Yo mensen, ik ben Mees. Ik ben Rutger. Vandaag zijn we in GymXL. We hebben weer gekke schoenen bij ons. De week daarvoor zondag, hadden we gefrierend op voetbalschoenen. Deze week hebben we andere schoenen. En Rutger weet nog niet wat het is. Dus Rutger, je mag ze gaan uitpakken. Nee, ik heb geen idee. Mees komt met een leuke verrassing, zei hij. Dus we gaan het zien. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou? Van die snop, wat pantoffels. We hebben twee paar. Eentje is Homer en eentje is een soort varkenachtig. Een wild zwijn. En hier gaan wij dus op gierunnen. Dit is super vet. Wat wil je nou nog meer, jongens? Dit is toch perfect? Net als bij de andere video's met gekke schoenen, probeer het niet thuis. Het is best wel gevaarlijk, het is glad, dus doe het niet na. We hebben allebei onze schoenen aan. Nou ja, schoenen, pantoffels hebben we aan. En we gaan beginnen met flips. Daarna gaan we kijken of we ook parcours kunnen doen met deze schoenen. Ik begin met een backflip, daarna mag Mees. Klaar voor? Go. Gaat het goed, jongens? Ja, we kunnen het. Hopelijk vliegen ze niet uit. Hey. Nice. Oh, ze zijn geniaal. Hè? Kijk hoe mooi. We verzinnen gewoon een paar flipjes voor elkaar. Doe ik nu een wall flip. Oh, die is wel die is naar, hè? Die is naar. Bam. Lekker. Sketchy, ja, het is echt naar. Zie je die nopjes? Het is niet... Nee, het is helemaal geen kijk, er zitten wel van die gekke nopdingen onder, maar dit is nog steeds heel glad. Het is heel glad. Nou, go for it, je kan het wel. Oh, niet hoog, maar oké. Jij mag hem doen. Netjes, pik. Ik ga op de tumblingbaan, ga ik wat flips doen. Hopelijk gaat het niet mis, want ze vliegen waarschijnlijk uit. Maar ja, we gaan ervoor. Let's go. God, dat wordt wel veel, hoor. Ja, nu mag jij. Ze zijn ook niet uitgevallen bij jou. Nee, dat vind ik knap. Ga door. Oké, dat is wel uit. Nee, ze ging niet uit. Swinggainer, Rutger. Yes, ik doe een swinggainer op pantoffels. Lekker, nu ik. Zwaai hoog houden. Ho. Oh. Castaway. Oh. Ik blijf zo. Is dat goeie? Ja. Oh. Kut. Netjes. Woe. We doen allebei nog twee tricks op onze sloffen. Ik doe eentje bij de trampoline en eentje van de vloer. Daarna nog meestal nog twee. Dan gaan we naar het parcours gedeelte daarna. Oh. Wat deed je? Die ging opeens van snel rennen naar opeens stil. Ja, hij viel bijna uit, slot. Sick. Dubbel weg. Wow. Ja. Het was eng, hè? Heel eng. Kijk, doe Chucky in de blokbach op de mat. Oh, yes, je ging heel snel. Heel oh! Ik ga altijd veel te ver. Je gaat heel ver naar achter. Maar nu ben ik flippers. Oh, die hebben echt super mooi, man. Lekker. Okay. We hebben het vorige keer natuurlijk op voetbalschoenen gedaan. Nou ja, dat was al heel glad, maar ik denk dat deze nog gladder zijn. We gaan beginnen met een sprongetje. Van deze naar die, naar die. Oh, oh. Oké, nog een keer, tot de kipstick. Met hulp van de muur. Met hulp van de muur, maar hij zegt. Nog een keertje. Gast, ja, heel glad. Nee! Jammer. Kijk jongens, dat even uitleggen. Ik zie mijn eigen teen niet meer. Mijn teen zit hier. En het gaat tot daar. Dat is heel lastig inschatten. Echt zo hoor. Smoesje. Oh ja, maar deze goed. Smoesje. Oké, okay, is goed. Sick. Smoesjes, Rutger. Ja, jongens. Ik vind het gewoon heel raar. Rutger vindt het gewoon heel eng, inderdaad. We hebben met de voetbalschoen ook een wallrun geprobeerd in Amsterdam. Nu gaan we het ook proberen met de pantoffels. Ja, ik weet niet of het gaat lukken, het is wel erg glad, maar we dit gaan is wel gladder, denk ik, dan de voetbalschoen. Nou, die hebben noppen natuurlijk, dus ja. Dat gaat helemaal weg. Marco, show us. Klimmen!
Maar je zet het totaal niet af. Ik kan ook niet, ik kan niet, kijk. Gaat weer. Yes! Is wel glad, hè? Meteen de volgende. Rutger gaat deze nog een keer doen. En dan iets engs en iets pijnlijks. Oh nee, doe normaal, gast. Dit gaat nu al pijn. Dit gaat echt heel veel pijn doen. Ah, oké, het viel mee. Het was niet fijn, maar het viel mee. Nu, Rutger. Klimmen. Hup, 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 hup. Afzetten. Trek jezelf omhoog. Yeah, lekker. Kom op, Rutger. Nee. Viel mee toch? Viel mee, maar het is niet heel chill. Ik zou zeggen, deze jump is echt ver. Alleen, je hoeft hem nog niet te stikken. Ja? Okay, ja, gewoon goed. Springen en weer af. Dat is echt ja. Best wel ver. Oh! Dat was eng, hè? Dat was eng, hè? Gelijk zo weg, dan is het, ja. En dan is het op je billen. Gozer, controle, gast. Je had hem echt netjes. Volgens mij heb ik nog wel iets leuks. Je zet eerst hier je voet op en doe je een soort van kong erop. Ren je door, pak je die bar daar vast, zwaai je, ga je daar erop. Nou, laat me zien. Ik doe het voor. Oké, sick. Challenge van meest even niet meer. Ik ben net met mijn pols op dit randje geknald. Nu bloedt het en het doet best wel pijn. Dus ik ga door naar de volgende challenge. Deze krijgen jullie wel te goed, maar niet met deze rare slopbaan. We gaan deze lasje prix doen. Hier slingeren en stikken op het rode matje. Ik reed in één keer. Oké. Ah, die tellen we. Netjes. Dames en heren, jongens en meisjes, dit was alweer het einde van de video. Yes, vond je het een leuke video? Like dan sowieso deze video. Maar 1500 likes gaan we weer een nieuwe gekke schoenen video maken. En we geven deze schoenen weg. Deze mooie pantoffels. Dus laat weten waarom je deze wilt winnen. Vergeet nog niet te abonneren en op het belletje drukken. En dan zien we jullie bij de volgende video.